Breda Nu. Je weet het meteen. The Ministry of Silly Walks. John Cleese, Dick Benaar en Zebrapaden in Breda. Wat heeft dat in godsnaam met elkaar te maken, Dick? Op de eerste plaats, wat leuk dat ik in één zin mag doen met John Cleese. Ja. Maar even op je, om een antwoord te geven. Straks gaat het station open. Er komen natuurlijk de honderdduizenden dagjes mensen Breda binnen. En dan lopen ze via de Willemstraat. Dan komen ze bij dit zebrapad uit. En dan moet dan een zebrapad worden waar je gekke loopjes mag doen. City walks. Maar waarom in godsnaam? Weet ik niet. Dat is leuk. Niet alles hoeft een betekenis te hebben. Nee, dat is waar. Sommige dingen zijn gewoon leuk omdat het leuk is. Ja. Meer niet. Ja. Maar het is wel ludiek. En goed bij Breda, vind ik. Je kunt zet het wel mee op de kaart als je het goed aanpakt in ieder geval. Moet kijken of de gemeente meegaat in mijn plannen. Nou, heb jij de krant gehaald met jouw vraag die jij hardop gesteld hebt? Wat ga je nu doen? Want nou heb je de vraag gesteld. En nu? Nou, de gemeente heeft me uitgenodigd om te komen praten, zeg maar. Dat gaat ergens volgende week gebeuren. En ik heb een tamelijk gedetailleerd plan in mijn hoofd zitten. En kijken in hoeverre ze dat willen gaan volgen. Het moet in ieder geval hier komen. Ja. Kijk, een van de zebrapad in de Haagse Beemden heeft natuurlijk geen zin. Dit is hetgeen waar het om moet gaan. Dit is een druk zebrapad. Je zou in een van je lantaarnpalen een webcam kunnen hangen, dat heel de wereld kan meekijken naar het City Walk zebrapad in Breda. En hoe zie je dat een zebrapad is voor de City Walks? Nou, je moet natuurlijk een bord maken waarop staat dat het een City Walks zebrapad is. Je zou ook zeg maar de stoplichten, die verlichting kun je maken met een afbeelding van de City Walk. Maar je moet vooral natuurlijk zorgen dat je met de opening goed genoeg rugbaarheid aangeeft, zodat de mensen weten dat hier iets speciaals aan de gang is. Dus even terugkomen. Jij gaat volgende week naar de gemeente. Daar ga je mee praten. En dan wordt er een plan gemaakt wat voor bord er komt en waar de webcam komt te hangen. En zo verder. En dan moet er nog een grote opening komen. Ja, ik heb het vrij gedetailleerd in mijn hoofd zitten. Ik wil dat het zo gebeurt. Of ze daar aan meegaan, weet ik niet. Misschien dat er nog wat technisch haken en ogen aan zitten. Lijkt mij niet, maar je weet het niet. En dan gaan we kijken en dan is het gewoon, dan gaan we het organiseren.